Hallo, dit is een vlog van Dre. Fijn dat je kijkt. We zijn in AAI, het filmmuseum in Amsterdam, dat momenteel de expositie Celluloid vertoont. Hier zien we het New Yorkse kunstenaarskoppel Sandra Gibson en Louis Recoder. Die tonen hun Unveilable Light Series. Deze bestaan uit filmprojecties van pulserende abstracte kleurvlakken in de beste traditie van de Amerikaanse schilders Mark Rothko en Barrett Newman. De werken zijn zonder camera tot stand gekomen, enkel door het kleurennegatief in opgerolde staat direct bloot te stellen aan een lichtbron en vervolgens te ontwikkelen. Het resultaat is een uitzonderlijke filmische ervaring. Gibson en Recoder slagen erin celluloid film tot haar meest essentiële kenmerk terug te brengen. Celluloid is hier geen drager van cinematografische verhalen, maar een medium om immateriële, pure beleving van licht en kleur te genereren. Het zal de toeschouwer waarschijnlijk niet ontgaan dat de kwaliteit en ervaring van het geprojecteerde beeld compleet verschilt van een uit digitale pixels opgebouwd beeld.